gewoon met vliegen zit, is meestal als je dan dichtbij komt en je wilt ook een hapje nemen, dan opeens woets, alle vliegen in één zoemende wolk vliegen ze in één keer eraf. Een hapje nemen? Nou, zou ik je niet aanraden. Het schijnt dat paddenstoelenkenners regelmatig een hapje van een giftige paddenstoel nemen. Daaraan herkennen ze bepaalde soorten. Ze lijken bijna niet echt, hè? Ik wist dat niet. Ook niet dat vogeltellers bij het opsporen van vogels vooral op hun gehoor afgaan. Dat is een van die vele winterkoningen hier. Ja. De natuur doet een beroep op alle zintuigen. Hier in Westerbroek ervaar ik dat dubbel en dwars. Vlak bij de drukke A7 ligt deze geheimzinnige wildernis. Vroeger was dit een park dat bij een landgoed hoorde, maar nu regeert hier de natuur. Je ziet in dit gebied eigenlijk een soort strijd tussen de oprukkende natuur en de moerasvorming en de sporen van het park die langzamerhand aan het vervagen zijn. Ja. En deze eikenlaan, daar zie je dat eiken zijn hele stoere bomen, dat die het hier ook nog stoer vast uithouden. Ja. Maar verder in het bos zie je ook veel dode bomen. Dat zijn dus bomen die vroeger zijn aangeplant als parkbomen en die langzamerhand, het klinkt een beetje breed, maar die aan het verdrinken zijn. Alco van Klinken werkt bij de afdeling Natuur en Landschap van de provincie. Hij heeft daar een kantoorbaan, of zoals hij het zelf noemt, hij doet er de papieren kant van de natuur. Maar in zijn vrije tijd komt hij in Westerbroek vogels tellen. Hij doet het al 20 jaar en kent hier zo'n beetje elke boom. En dan staat er een hek. Ja. En dan mogen we er niet in. Hier mag je er niet in. En dat is om de natuur een rustplek te geven. Ja. Het is een klein gebied met heel veel afwisseling. En de natuur heeft rust nodig, de dieren vooral. Reeën om jongen te krijgen, vogels om te broeden. Eenden om op de plas te slapen. Het is niet zo dat het gebied is afgesloten. Om het gebied heen loopt een wandelpad, daar mag iedereen komen. Op de Eikenlaan kun je ook alles zien. Alleen dit is even privé voor de natuur, zeg maar. Zo'n puntje. Ja, zeker. Vossen hebben altijd een puntje aan de drol. Ja. Dus dit is de echte eigenaar van bos, zeg maar. Koning Vos. Ja. Verhaal vertellen. En dat verhaal dat loopt hier al een paar 100 jaar. Dicht bij het Lauw van Westerbroek ligt Hesselingsbos. Qua jongens dus een zulst te oom nooit door het bos en beukje voorbij, om daardoor witte juffers dansen, als men zei. Drei in getal. Hinderk en Geert hebben door Fortby. Hij is aan het roggen zich geweest. Het was een snikheidzummer en de grond zat vol scheuren van dreugde. S'nachts was ze aan het waak, want overdag kon ze door night wezen, ook in het schoen van Bosnacht. Om 12 uur, in borennacht, zaten ze te koffie drinken op wat schoom. Het was helder lichte moon. De torenklok van Westerbroek 12 slagen door haar, kwam er van hoge stouwen af en werd het gedoonte aanzweven. Ook zo'n gedoonte kwam van weerskanten tussen bomen vandoor. Ze hadden witte kleiden aan, net ziede. Hoorn kroop achter het wolken, torenhoorn piepde, vlettermoezen soezen over uur heen. Benoem Hinderk, nooit een held, was aldernoorste bank. Daarachter zie je de koeien grazen. Hiervoor begint het natuurgebied. Wat is nou de reden dat de natuur aan deze kant van het hek zoveel rijker is? Bij die koeien grazen, daar heb je lage waterstand.
Ja, een paar keer per jaar wordt er mest geïnjecteerd. Je hebt één uniforme grasmat. Dat levert harde omstandigheden op voor heel veel soorten planten en dieren. Aan deze kant van het hek is het nat, heb je weinig mest. Heb je een enorme variatie aan soorten planten. Dat levert vlinders op, dat geeft veel soorten insecten, kikkers. En ook veel vogelsoorten die daar weer op afkomen. Kortom, dat maakt zo'n natuurgebied als dit tot een toevluchtsoort voor veel planten en diersoorten die daarbuiten in het landbouw en in het bebouwde gebied zich niet meer kunnen handhaven. Kijk, nu komen we bij de restanten van het tuinhuisje, waar dus nog het muurtje van overeind staat. En wat je hier naast ook ziet, dit is een grote struik, een rhododendron, die bloeit in mei heel mooi paars. Maar die hoort hier ook niet van nature thuis. Dat is ook een typisch restant van het park wat het ooit was. Het is bijna onvoorstelbaar dat dit wilde moerasbos vroeger een park was. Dit gebied hoorde oorspronkelijk bij een landhuis waar rijke mensen woonden. Hun villa stond een eindje verderop in het weiland tegenover de achteringang van het natuurgebied. Via de Lange Eikenlaan reden ze naar dit parkbos om te jagen of te wandelen. Het tuinhuisje stond daar en het hoorde bij een groter huis. Ja, hier stond dus een houten buitenhuis waar de familie dan kon gaan thee drinken. En dat stond aan de oever van de plas hier. Ja. Zodat mensen uit de veranda uitzicht hadden over het water. En het was een buitenhuis van hout, dus dat buitenhuis is helemaal verdwenen. Ja. Alleen je kunt aan de begroeiing zien dat het hier gestaan heeft. Een volksverhaal, dat is een verhaal waarvan de schrijver eigenlijk niet meer genoemd wordt door degene die het doorvertellen. Ik heb het idee dat de verhalen mondeling ontstaan zijn en eigenlijk pas sinds 1800 worden ze opgenomen, doorgegeven. De verhalen zijn waarschijnlijk helemaal te koppelen aan landschapseigenschappen. Die zijn ook wel een beetje bedoeld geweest nog om kinderen wat bang te maken om zomaar even weg te zwerven. Heel vaak zitten ze heel dicht op de huid, op de zintuigen, op omgeving, natuur. En ze zijn een verklaring voor dingen die bang maken in je omgeving. Een damp die boven de akkers opstijgt, maar in de schemer, terwijl er niemand in de buurt is. Je gaat anders tegen het landschap aankijken, romantischer, gevoelsmatiger. Dus het brengt je inderdaad dichter bij de natuur. In het algemeen worden bomen in moerasbossen niet heel oud, maar hier heb je een aantal eiken, een stuk of 10 totaal. Die zijn volgens kenners toch wel 150, 200 jaar oud. En ja, dan is het altijd boeiend te bedenken van hoe zal die zijn omgeving om zich heen hebben zien veranderen. Hier zie je dus een van die oude eiken, hè, met heel veel dode takken, maar toch ook nog met levende en met oude knoesten en veel mos. Dus hier kun je je goed bij voorstellen dat er je een trol aankijkt van tussen de noesten door. Of dat een kabouter tussen de wortels wegschiet. Maar als vogelteller ben je niet met dat soort
mystieke zaken bezig hoor. Maar het komt toch even in je op dit moment? Het komt soms wel even in je op, ja. Nou hoorden ze op eenmaal een vring draaien. Moon kwam weer achter het wolken weg, klok, sluig, ein. En toen ze weer keken, was er niks aan als een poos slieren dook. Aan de nacht gewoon Geert alleen te zeggen. En daar was er weer de juffer. En in een komt er achter de eikenboom voort, komt er nog een tweetal juffers aan. Drie witte juffers zweven op het touw. Een van de juffers, die reed. Oh, mijn God, zegt ze. God. En ze wist naar haar zuiver zienkleidje. Het hennekleid is mij te lang. Het doodskleid is mij te lang, begreep Geert. Doodskleid, zei Geert. Ik zal morgen het schoopskeer metnemen. En dat had hij gedaan. Hij had het hennekleid keurter knipt. Dat was goud. Dat kon ze met in de riegen van Drij. Dit is eerlijk zwoerverhaal. Het pad om de boom door Wiefkes overkwam is nog duidelijk te zijn. Het is een kolen plek in het grasveld waar niks wazen wil. Het is met Geert nooit slecht overkomen. De rest van zijn leven nooit verdraaid had. Ik kan staken vertellen. Hij had een heel goud leven gehad. Hoe is jouw stemming eigenlijk als het gaat over natuur in Nederland? Nou, dan is het soms zo moeilijk om optimistisch te blijven. Nederland wordt steeds voller. En de natuur wordt steeds saaier. En het is jammer dat je voor de echte ruige natuur steeds meer naar het buitenland moet. Ik bedoel, het is veel leuker om dat direct om de stad heen ook te hebben. Naar je werk, waar ga je nou mee bezighouden? Ik ga me nu bezighouden met prestatiedoelen en prestatienormen voor het jaar 2005. Gewoon op kantoor achter een bureau? Ja. Ja.